Goedendag, de lucht vanochtend was weer prachtig. En ook mooi in thema van de wedstrijd van vanavond van het Nederlands elftal, natuurlijk. En we kunnen die wedstrijd ook in heel mooi weer gaan kijken. Want dit is het weerbeeld waar we mee te maken hebben: strak blauwe luchten, misschien een enkel stapelwolkje. Maar de zonuren, ja, die zullen vandaag flink gaan oplopen. We hebben we allemaal te danken aan een hoge drukgebied boven onze regio. Waardoor bij ons de lucht vanuit het oosten wordt aangevoerd. Dat is warme en droge lucht, wolkeloos en dus hoge temperaturen. Zomerse waarden worden op heel veel plaatsen bereikt vandaag. En we gaan op woensdag zelfs naar tropische warmte, regionaal, de 30 graden of meer. De lucht wordt dan langzaamaan wel wat vochtiger, dus het kan echt wel klam gaan aanvoelen. Zeker op de donderdag is dat het geval in het oosten van het land. Daar dan ook kans op een enkele regen- of onweersbui. En we zien inderdaad vanuit het westen toch ook wel een ander weerregime naderen. Lage druk komt dichterbij. En dat gaat vanaf vrijdag ons weerbeeld bepalen. Dan gaat de temperatuur echt wel wat omlaag. Dan hebben we dagelijkse kans op een regen- of onweersbui. En dan raken we die zomerse temperaturen ook echt wel weer even kwijt. Nou, vandaag hebben we nog wel met dat hoogzomerse weer te maken. Temperaturen zo tussen 27 en lokaal 29 graden. In de loop van de dag steekt er met name in het noorden en noordwesten wel een zeewind op... wat daar enige afkoeling brengt. En bij dat alles staat er een matige noordoostenwind. En die zonuren die zullen vandaag dus flink gaan oplopen. Vanavond is natuurlijk de wedstrijd van het Nederlands elftal en het is prachtig weer om die buiten te gaan bekijken. De temperatuur blijft nog lang aangenaam, zo'n 23 of 24 graden in het noorden, enkele graden koeler. En de wind die zwakt ietsje af is in het oosten zwak en aan de kust mogelijk nog wel matig van kracht. Vannacht zijn er uitgebreide opklaringen en in die opklaringen kan het toch wel aardig afkoelen naar zo'n 15 tot 17 graden. Dus zet dan vooral nog even je raam open om nog wat frisse lucht naar binnen te laten. De wind is zwakt af en is zwak van kracht uit noordoostelijke richtingen. Morgen, woensdag, op heel veel plaatsen de warmste dag van de week. We gaan naar 29 of lokaal zelfs wel 30 graden. Misschien als een kleine kans dat we in de beeld op het hoofdstation ook die 30 graden gaan halen, maar die kans is nog niet zo groot. Maar wel iets om rekening mee te houden. De zon die draait opnieuw overuren en er wijst bij dat alles een matige wind uit noordoostelijke richtingen. Pak ik nog even de donderdag erbij, want dan zien we wel langzaamaan wat veranderen. Eerst is die wind nog wel noordoostelijk, maar die gaat uiteindelijk draaien naar het zuidwesten. En daarmee wordt dus wel die bewolking aangevoerd. En daarmee wordt ook vochtigere lucht aangevoerd, waardoor het echt wel benauwd kan gaan aanvoelen. Maxima van 29 of 30 graden. En in de loop van de dag, met name in het oosten van het land, een toenemende kans op een regen- of onweersbui. Dan gaan we nog even wat verder kijken. Dan zien we inderdaad op die vrijdag dat die koelere lucht erin begint te komen, dan een graad of 21, met name in de ochtend in de oostelijke helft nog kans op enkele bui, daarna overwegend droog met ruimte voor de zon. En de dagen daarna blijft het een beetje hetzelfde weerbeeld, temperaturen zo tussen 20 en 22 graden, dagelijks kans op een bui, maar er is ook genoeg ruimte voor de zon. Komt er dan nog wel hoogzomers weer aan op termijn? Nou, dat zien we hier ook goed terug. We blijven een beetje rond die 20 graden schommelen. Hoogzomers weer met temperaturen boven de 25 graden, Ja, dat zit er niet echt in. En de neerslagkansen die beginnen toch langzaamaan ook wel wat te stijgen. Eerst is de komende dagen nog wel vrij wat droog met lage neerslagkansen. Maar daarna toch wel een oplopende kans op enkele buien. Maar we zien dat de kans op grote hoeveelheden neerslag klein is. Dus daarmee is er ook genoeg ruimte voor de zon met droge momenten. Tot de volgende keer.